In beeld. Albert Nipte, de captain van Leo Victor. En Dennis Dugu is de captain aan de zijde van SNL. De man die deze wedstrijd leidt is Edson Lieveld. Zijn assistenten Soren Amalinsi en Vijay Sarju. De fourth official Dennis Alexander. SNL won hun laatste eerste divisiewedstrijd met 5-1 van Inter Waregem. En voor het laatst kwamen ze uit in bekerverband. Daar verloren ze met 2-0 van de ploeg van Voorwaarts. Leo Victor speelde op woensdag 29 maart een inhaalwedstrijd van speelronde 6. En daar kwam Leo Victor niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Voorwaarts. SNL doet de aftrap in de eerste helft. Ingooi Lorenzo naar Shaquille Pengel. Hij bereikt Lorenzo Nelam. Lorenzo Nelam nog steeds en daar een schot. Bomba, 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 goal! Goal, 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 goal. Het is 1-0 al in minuut 8. Lorenzo Nelam, wat een hit, wat een strike en wat een moment om een eerste doelpunt te scoren al in de 8e minuut van de wedstrijd. Zijn het de Leeuwen die hier het initiatief nemen en met 1-0 voorstaan. Prachtig werk na aangeven van Shaquille Pengel. 1 keer, 2 keer en hier de 3e keer is het in the back of the net. Prachtig gedaan door Lorenzo Nelam. Jabal mooi olie met de buitenkant van zijn wreef. Hier Inashu Amzink. Amzink nog steeds en een doelpunt. Goal, 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 goal. Inashu Amzink in de 13e minuut. Wauw, wauw, wauw. Wat gebeurt er hier? Leo Victor met 2-0 voor na 12 minuten spelen in het SZ Stadion. Prachtige assist van Jamie Nana en Amzink omspeelt zijn mannetjes. Hij doet wat hij moet doen. Stuurt de doelman de verkeerde kant op. En ja, de rest is geschiedenis. 2-0 Leo Victor. Prachtig hier hoe hij de doelman omspeelt. Stuurt iedereen de verkeerde kant op. Omdat hij genoeg opties heeft. Maar uiteindelijk scoort hij hem wel zelf. Balovername SNL. Sillingen King kiest ervoor om zelf te schieten. Maar dat gaat wijd, wijd, wijd. Daar een mooie pas van Shaquille Pengel op Lorenzo Surowijoyo. En hij bereikt Inashu.
Oh, hij schiet hem zo ver naast, komt tegen niemand aan. Lorenzo, kop naar de andere Lorenzo, Nelang. Amsterdam laat hem rollen en een schot van Jamie Nana wordt goed gestopt door doelman Asaimi. Alobutu kan hier weg en een schot. Maar doelman Kevin Pandoy to the rescue. Slinger King. En daar overtreding. Snel genomen door Dennis Duo naar Rovano. En daar een doelpunt. Goal. Rivaldo Benjamin. Een snel genomen vrije trap door Dennis Duku. Mooie 1-2 met de Rovano die uiteindelijk bij Rivaldo Benjamin belandt. En hier nog de protesten. De spelers van Leo Victor zijn het helemaal niet eens met de wijze waarop de vrije trap genomen is. Maar dit gebeurt wel eens in wereldvoetbal. Dat de arbiter het toelaat dat een vrije trap snel genomen wordt. Daar nog Dennis Duku, Rovano terug naar Dennis en daar voor de benen van Benjamin en bomba! Wat een doelpunt! SNL komt een stapje dichterbij en de stand is 1 voor SNL, 2 voor Leo Victor na 38 minuten spelen. Corner Dennis Duku. Daar wordt hij uitverdedigd. En een misser van Richano Jero. Arbiter Edson Lieveld fluit voor de laatste maal in deze eerste helft van de wedstrijd. Ploegen gaan de rust in met de stand SNL 1, Leo Victor 2. Aftrap Leo Victor, the second half is on the way. Albert Nipte naar Nelom, Nelom bereikt Suro Wijoyo. Suro Wijoyo nog steeds, naar Jamie Nana en een schot! Oh, nog net naast het doel. Onderschept door Jeto Rees, nipte, stuurt Enashu de diepte in en Enashu nog steeds. Oh, wat een doelpunt, prachtige doelpunt. Na een mooie assist van Nipte, Enashu Amsink voor de brace. Kijk eens aan, Senengo bij Bagba en dan Asenengo in Akuku. Wat een prachtige doelpunt. Mooie schijnbeweging. Kijk eens aan. Prachtig. Subliem werk van Enashu Amsink. En daar completeert hij zijn brace. Zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. En daar balovername door Tafarel Duku. De ingevallen Tafarel Duku. En daar nog steeds Tafarel Duku. Hij bekijkt zijn opties en hij schiet. Oh, in de korte hoek verslaat hij doelman Asaimi. Wat een doelpunt. Een solo actie van Tafarel Duku. Balovername en alles doet hij zelf. Hij bekijkt de opties en hij zegt nee, ik ben op de rechterflank. En hij kapt naar binnen en hij schiet met zijn licht linkerbeen. Haalt flink uit met links. Altijd lastig wanneer een speler van de rechterflank komt en hij een goed schot heeft in zijn linkerbeen. Nou, kijk eens aan. Haalt hij flink uit met links en verslaat die doelman Asaimi in de korte hoek. Prachtig. Corner Duku.
En daar komt hij. En voor de benen van Julian Houtman. Bomba, bomba, goal. Goal, 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 goal. Na 84 minuten spelen is de stand 2 voor SNL en 4 voor Leo Victor. En wat een goal, wat een hit from Julian Houtman. Uitgekapt voor de benen, perfect. En doelman Pandoy gaat wel de juiste kant op, maar met zo'n hard schot, nou, dan heeft geen enkel doelman kans. Pietro Reis, vandaag ingevallen, speelt naar de doelpuntenmaker Tafarel Doekoe. Maar Edson Lievel zegt, het is genoeg voor vanavond. De eindstand, SNL 2, Leo Victor 4.